Het heeft lang geduurd voor ik graag kaas at. En het was pas rond mijn 20ste, denk ik, dat ik dan de ambachtelijke kazen leerde kennen, die ik dan wel heel lekker vond. En toen ben ik kaas beginnen eten en was ik ook geïnteresseerd in het proces van kaas maken. Via mijn studies ben ik dan bij het Hinkelspel terechtgekomen. Ik heb hier stage gedaan. Ik ben hier op een manier blijven plakken, zeg maar. Hier in het Hinkelspel gebruiken wij echt nog onze handen om kaas te maken. We maken zo weinig mogelijk gebruik van machines. En op die manier heb je heel veel voeling met wat je doet en met wat je maakt. Wat mij ook aantrok in het Hinkelspel was het bio-aspect. Wij geloven in bio, omdat dat voor ons het beste voor mens, dier en milieu is. Dus we maken de kaas van biologische melk, afkomstig van koeien, die op een verantwoorde manier worden verzorgd en gehouden. Ook de kruiden die we verwerken in de kaas zijn biologisch geteeld. Dus op die manier denken wij met Hinkelspel dat we ook bijdragen aan de Hanse bioketen. Omdat we eigenlijk allemaal ingrediënten gebruiken afkomstig van biolandbouw. En dat we op die manier wel een verschil kunnen maken. Onze kaas is bijzonder omdat wij die maken van rauwe melk. De rauwe melk die wij gebruiken behoudt zoveel mogelijk zijn smaak en zijn voedingsstoffen. Waardoor we van rauwe melk eigenlijk de lekkerste kaas kunnen maken. Er zijn niet heel veel kaasmakerijen die gebruik maken van rauwe melk, omdat de kwaliteit van de melk dan heel hoog moet zijn. Dus het is soms moeilijk om goede kwalitatieve melk te vinden. Daarom werken wij samen met maar enkele boeren die we ook persoonlijk kennen. Mensen beginnen steeds meer bewust te consumeren. Mensen willen weten waar dat hun voedsel vandaan komt. En dan merken we echt wel dat mensen op die manier meer voor bio kiezen en dus ook meer voor onze kaas. Ik denk dat de consumenten onze kazen zeker lekker vinden, want ze komen altijd terug. Mijn naam is Esther, ik ben kaasmaker en het mooiste product vertelt het schoonste verhaal.